Goedenavond, beste kijkers, op een nieuwe online live sessie van Gemeente Soersel. De online sessies zijn een reeks lezingen van Gemeente Soersel die we gratis aanbieden voor iedereen. Voor we starten en onze gast aankondigen, zou ik nog graag even willen overlopen hoe het werkt. De sessie is voorzien om ongeveer 60 minuten te duren. Het grootste deel van de sessie zal ingenomen worden door de spreker die zijn of haar thema zal brengen. Op het einde van de lezing is er ook ruimte voorzien voor vragen en antwoorden. Om een vraag te stellen, kan u in uw rechterbovenhoek een icoontje aanklikken in de vorm van twee tekstballonnen. Dat zijn twee tekstballonnen met een vraagteken op. Let op, als u de lezingen op volledig scherm volgt, kan het zijn dat die icoontje niet zichtbaar is. Even uit volledig scherm gaan zou moeten lukken. Heeft u toch nog verdere vragen of problemen? Via het nummer 03-2980-904 kan u ons steeds bereiken. Nu is het tijd voor de gast om van start te gaan. Veel plezier en welkom aan Stijn van der Stokt. Juist, ik moest mijn micro nog aanzetten. Welkom allemaal. En eerst en vooral dank aan de BIP van Soersel voor dit prachtige initiatief. Hè. Het meest frustrerende aan een boek uitbrengen in dit pandemiejaar is dat wij tot hiertoe bijna geen enkel contact hebben gehad met onze lezers. En dan is zo'n online lezing toch een zeer mooie pleister op die wonden. Het Schrijversgild is jullie dankbaar, of zoals we dat in schoon Vlaams zeggen, na twee eeuwen emancipatiestrijd. Merci. Opdat jullie iets interessanters zouden hebben om naar te kijken dan mijn hoofd. En omdat we allemaal niet genoeg kunnen krijgen van al die online vergaderingen tijdens de week, heb ik een brakke PowerPoint gemaakt. Ik zou zeggen, veel plezier ermee. Ik weet niet of dat jullie die nu al zien. Ja. Oké, ik mag het hier vandaag hebben over onze Vlaamse kanon dus. En ik zeg nadrukkelijk onze, omdat de officiële kanon nog moet volgen. Die onze, dat zijn dus Geert Stadeus en ikzelf. In het regeerakkoord stond dat die kanon geschreven moest worden door een pluralistisch samengesteld team. En zoals jullie hier onmiddellijk kunnen zien, is dat aardig gelukt. Hè. Geert is een heteroseksuele blanke man van in de 50. Ik ben een heteroseksuele blanke man van in de 30. Veel groter konden die verschillen niet worden. Maar er heeft ook een allochtoon meegeschreven aan dit boek. Die schattige Aris, een baby met blond haar, blauwe ogen en functionele lederhozen, dat ben ik. Ik ben geboren in Duitsland. Ik ben dus letterlijk van andere grond. Een allochtoon, diversiteit is dus gecoverd. Nu, waarom hebben Geert en ik die kanon geschreven? Wel, in eerste instantie omdat er geen enkele serieuze mens zich daaraan leek te willen wagen. Hè. Dat was iets heel controversieel. Ondertussen zal er een commissie die kanon schrijven onder leiding van Emmanuel Gerard. Die komt in 2022, geloof ik, als ik me niet vergis. Maar het identitair is sowieso een heel beladen onderwerp tegenwoordig. We hadden zelfs nog deze week hè, die discussie over de Antwerpse handjes. Die zijn omstreden. Ik snap waar dat die verwarring vandaan komt. Er is nu eenmaal het een en het ander gebeurd in de Congo. Maar die controverse had misschien vermeden kunnen worden als de klavierders op Twitter zich de moeite hadden getroost om zich wat beter te informeren. Bijvoorbeeld door onze kanon te lezen, waarin Geert heel mooi die mythe van Brabo heeft beschreven en de ontstaansgeschiedenis van Antwerpen, lang voordat wij hier nog maar van de Congo hadden gehoord. Nu, langs de andere kant wordt die een identitaire nood aan worteling en gemeenschappelijke verhalen ook misbruikt door bepaalde groepen in de samenleving. Die willen van dat Vlaams zijn iets heel exclusief en strijdbaars maken. Als er iemand zou denken nu van, tja, Stijn, zeg je dat zelf niet? Ja, je moet mij die foto vergeven, dat is van op mijn vrijgezellenweekend en ik zocht al lang naar een gelegenheid om die eens te tonen. Enfin, we stellen dus vast dat het identitaire debat een beetje gepolariseerd is geraakt. En dat is jammer, want we kunnen dat ook met een gezonde dosis liefde en luchtigheid bekijken. En dat is precies wat Geert en ik in onze kanon hebben proberen te doen. Een beetje lachen met onszelf en ons kleine kantjes. Onze liefde betuigen ook aan onze cultuurgeschiedenis, onze literatuur. En zeker ook aan onze vaderlandse gastronomie. Want wat dat betreft zijn Geert en ik twee handen op een heel gezellige Bourgondische buik. Onze kanon is een encyclopedie. Ja, wat dat je nu hoort, dat is onze klok. Dat is een analoge klok. Die gaat nu 8 keer ting doen. Dus we zijn er bijna vanaf.
Onze kanon is een encyclopedie. Dat wil dus zeggen dat we van A tot Z navigeren door ongeveer 190 onderwerpen. En dat voor slechts €22,99. Je kunt daar eigenlijk niet voor sukkelen. Per exemplaar dat we verkopen gaat er trouwens €2 naar het goede doel, namelijk nieuw behangpapier voor Geert Stadeus. Nu, dat laatste is een grapje natuurlijk. Het is maar €1. In ieder geval is 190 onderwerpen een beetje te lang voor zo'n online lezing, dus ik heb van elke letter in het alfabet één lemma uitgekozen. En omdat ik mezelf ken en mijn vrouw mij vertelt dat ik vaak verkeerde dingen zeg, heb ik uit respect voor de integriteit van Geert zijn werk lemma's uitgekozen die ik zelf geschreven heb. Dus ik stel voor dat we daar gewoon mee beginnen. Schenkt u zelf een streekbierken in. Dan is het bijna een echte lezing. Hè? Dus hier gaan we. We zijn geen revolutionaire, Geert en ik. We gaan dus gewoon beginnen met de A, zoals elke alfabetische odyssee. Ze zeggen wel eens dat Vlamingen de Ieren van het Europese vasteland zijn. Lelijk, arm, katholiek en kroostrijk. En om die kroostrijke gezinnen te voeden, werden wij net als de Ieren nogal devote fans van de aardappel. De aardappel werd in Vlaanderen geïntroduceerd door de Spanjaarden die het gewas op hun beurt leerden kennen van de Inca's in Peru. En dat is geen Indianenverhaal. Plantnikker patatten, patatten, patatten. Plantnikker patatten in de Mechelse kruidtuin. Zo zou het kunnen gegaan zijn toen Carolus Clusius in 1588 de allereerste aardappelen plantte in de Lage Landen. Intussen telt Vlaanderen zo'n kleine 500 vierkante kilometer patattenveld. Het veld van Eendracht Soersel niet meegerekend. 500 vierkante kilometer, dat komt grofweg overeen met de oppervlakte van het Waasland. Over de vraag welke oppervlakte dan het nuttigste werd aangewend, spreken wij ons niet uit. Nu, die aardappel die kreeg onmiddellijk een slechte reputatie. Aangezien de mensen eerst het loof aten, ze dachten dat ze die bladeren moesten opeten, in plaats van de knol. En die bladeren die zijn giftig en mensen kregen er krampen van. Daarom werden aardappelen eigenlijk in eerste instantie voornamelijk gekweekt om varkens mee te voederen. Het is dan ook geen toeval, dames en heren, dat die aardappel zou uitgroeien tot het hoofdbestanddeel van de Vlaamse warme maaltijd. Die loyale aardappel speelt trouwens nog altijd een hoofdrol in onze keuken. De gemiddelde Vlaming consumeert elk jaar ongeveer 25 kilogram aardappelen. Dat is het equivalent van een kleine patatazak. Een maateenheid die in Vlaanderen ook bekend staat als de filetje. Ik wil het ook eens over Breugel hebben. Dat is een van mijn favoriete schilders aller tijden en wat mij betreft een meester satiricus en wat dat betreft ook echt iemand met wie dat ik mij een beetje identificeer, los van het schandalige overschot aan talent dat Breugel heeft ten opzichte van mij. We zien hier Pieter Breugel de Oude, om alle verwarring te vermijden. Ik heb het over Pieter Breugel de Oude, het was ook een de jonge, geen een hangjongeren bij. En die Pieter Breugel die had in tegenstelling tot zijn collega's, renaissance schilders, die heel graag verheven tafereelden schilderen, die had een voorkeur voor het volkse en het alledaagse. Dus geen epische tafereelen met mythologische figuren die prominent in beeld staan, edellieden enzovoort. Nee, gewone mensen, boeren enzovoort. En uit zijn werk spreekt ook een groot mededogen voor die gewone mensen. En hij thematiseert dat in zijn versie van De Val van Icarus. Een werk dat helaas verloren is gegaan, maar dat ons nog is overgeleverd dankzij twee kopieën, waarvan we er hier ene zien. En in dat schilderij zien we Icarus, dat is die overmoedige jongen uit de Griekse mythologie, die met zijn vleugels van was en veren te dicht langs de zon scheert. Zien we, en in de zee valt, we zien die gedegradeerd tot voetnoot in dat tafereel. Letterlijk, als je naar de rechter benedenhoek kijkt, ziet je daar onder die boot nog één voet verdwijnen, verzwolgen door de golven. En op de voorgrond ziet je de boer, die ploegde onverschillig verder. Icarus is misschien wel een held, maar Breugel ontmaskert hem toch als een bijzonder tragische held. En dat vind ik fantastisch. Die spot met alles wat pretentie heeft, komt ook heel sterk naar voren in de prediking van Johannes de Doper. En dat is echt een van mijn favoriete schilderijen van Breugel. Dat is een bijzonder gedurfd werk, want we zien hier in feite een illegale hagenpreek van een protestantse prediker, zoals die in die tijd overal werden gehouden, hè, buiten de stadsmuren. Breugel maakte het schilderij in 1566.
Dat is interessant, want dat is het jaar van een beeldenstorm. De spanning is dus echt te snijden tussen protestanten en katholieken. Er zijn rellen, er vallen doden en de polarisatie viert echt hoogtij. Je kon ook zomaar op de brandstapel belanden als je van ketterij of subversieve gedachten werd verdacht. En we zien hier ook weer de voorkeur voor gewone mensen. Johannes de Doper, die we daar heel donker zien, ergens in het midden bovenaan. Die gaat een beetje op in die massa die komt kijken. En de toehoorders zijn dus eigenlijk belangrijker dan de spreker. En op de voorgrond zien we een edelman. Ik zou zeggen een Spanjaard, maar het is niet duidelijk wie dat is. En die keert de prediker de rug toe en laat zich de hand lezen door een zigeuner. Het mag duidelijk zijn wie dat hier de bijgelovigen is eigenlijk. Het moet zijn dat Breugel de Spaanse inquisitie niet verwachtte, want dat waren echt, dat was cojones hebben in die tijd. Maar ja, niemand verwacht dan ook de Spaanse inquisitie. Maar de werkelijke grap in het tafereel is dat alle ogen gericht zijn op die prediker, terwijl Jezus gewoon in hun midden staat en niemand ziet hem. Zo lacht Breugel volgens mij uiteindelijk ook met die predikers en die devote massa die van die mensen supersterren maakt, die hun een supersterrenstatus bezorgt. Dus kortom, de meester Breugel bracht nuance, relativering en humor in een gepolariseerde tijd die dat steeds minder verdroeg. De echo's met onze tijd weer klinken alvast in mijn hoofd heel luid. Ik mis hem, om het met Luc Steno te zeggen, elke dag een beetje meer. Het vervolg is bekend. De zuidelijke Nederlanden bleven katholiek. Het noorden scheurde zich af. Maar sindsdien heeft Vlaanderen ook het katholicisme bij het restafval van de geschiedenis gezet. Iets later, pas in de tweede helft van de 20e eeuw. Veel mensen gaan niet meer naar de zondagsmis en hadden plots elk weekend een uurtje vrij om iets leuks te doen. Maar in de plaats daarvan gaan wij nu elk weekend naar het containerpark. Maar ook het bezoek aan een containerpark is wat mij betreft een soort van religieuze ervaring. Het wemelt daar van geboden, verboden en hoge priesters in felgekleurde hesjes, we zien er hier een, die zien er streng op toe dat al die geboden en verboden worden nageleefd. En voor de rest kunnen we daar alles kwijt waar we liever vanaf zijn, hè. Onze zondes zou je kunnen zeggen, PMD, GFT, CD&V, PVDA, noem maar op. Vlaanderen is trouwens Europees kampioen recycleren en pardon, daar mogen we toch echt best trots op zijn. Het hele grondgebied telt intussen zo'n 335 containerparken. En dat is ruim 4 keer meer dan culturele centra. We mogen dus op onze beide oren slapen. Er is hier nog altijd veel meer capaciteit om bagger te verwerken dan om bagger te produceren. Er is één federaal samenwerkingsverband waar Vlamingen en Walen er af en toe in slagen om wel iets voor elkaar te krijgen. En dat is het Belgisch voetbalelftal, de Rode Duivels. Waarom zouden we het Belgisch nationaal elftal opnemen in de Vlaamse kanon? Alwel, omdat dat volgens mij toch echt iets zegt ook over onze verhouding tot het federale België. In Vlaanderen staat of valt de liefde voor België namelijk met het succes van dat nationale elftal. Neem nu die Vlaamse leeuwtjes die we morgen allemaal gaan zien tijdens de Ronde van Vlaanderen. Alhoewel, het is een raar jaar. Misschien zien we er helemaal geen. Die leeuwtjes die worden in de handen gepropt van de toeschouwers door de organisatie Vlaanderen Vlacht, hè, zodat het hele parcours zwart-geel kleurt als de camera's voorbij komen. Veel spontaans is er daar eigenlijk niet aan. Maar tijdens een EK of WK voetbal kleurt het hele land spontaan in de Belgische driekleur. Hè. Je hebt die tricolore petjes, sjaaltjes, vlagjes, Fellaini-pruiken en zelfs die onnozele zijspiegelhoesjes. Ik vraag me af wie dat allemaal verzint. Die krijg je ook gratis, net als die vlagjes, als je gaat tanken of bij een bak Jupiler of zo. Maar nergens staat geschreven dat je die ook moet gebruiken en toch doen we dat massaal. Tenminste, tot als deze generatie Rode Duivels afzwaait en wij weer vertrokken zullen zijn voor 7 magere jaren, dan bekoelt die gezellige vaderlandsliefde al even snel als ze was opgekomen. En dan zullen de Rode Duivels opnieuw symbool staan voor alles wat er misgaat in dit federale land. Tot slot nog even dit. Sinds 1984 kun je ook supporteren voor een nationaal elftal Louis Vuitton sakkosjendragende voetballers van het vrouwelijke geslacht. Zij noemen zichzelf de Red Flames, allicht naar het kookvuur, waarna ze na het vele trainen moeten terugkeren. Sorry voor die laatste mop. De Inuit.
die bouwen hun iglo's met sneeuw. Zwitsers, die bouwen blokhutten van dennenhout. Indianen bekleden hun tipis met bisonhuiden. De Malinezen, die besmeren de grote moskee van Genée na elk regenseizoen met nieuwe leem. Dat zijn allemaal heel mooie natuurlijke materialen. Maar wij Vlamingen, wij hebben tenminste de moderniteit omarmd. Wij hebben ons geëmancipeerd van moeder natuur. En wij wonen sindsdien onder een dak van Eternit. Eternit is de merknaam van asbestcement. Dat is een samengeperst en versteend mengsel van cement en zand. Waarin zo'n 10-30% asbestvezels zijn verwerkt. Dat materiaal heeft ontzettend veel voordelen. Het is heel makkelijk te bewerken. Het is vormvast, het is waterdicht, het is brandwerend. Je maakt daar ook erg betaalbare, solide en onbrandbare golfplaten of leien van. Er is maar één klein nadeel. Je gaat daar dood van. Plinius de Oudere wist dat al, dat is een Romein. In de eerste eeuw na Christus stelde die al vast dat de slaven in de Romeinse asbestmijnen om een of andere reden een minder lange houdbaarheidsdatum hadden dan hun collega's die in andere mijnen te werk gesteld waren. De conclusie dat asbest schadelijk is, werd in Vlaanderen pas omstreeks de jaren 80 van de 20e eeuw bereikt. Nu, in 86 verplicht de overheid bouwheren om gezondere alternatieven voor cementgebonden asbest te voorzien, indien mogelijk. Maar wij weten natuurlijk allemaal dat Vlamingen aanbevelingen die beginnen met indien mogelijk, vrolijk blijven negeren. Dus daarom werd het gebruik en de productie effectief verboden in 2001. En sinds 2003 mogen we zelfs geen asbest meer roken op de trein. Schandalig. Maar goed, over naar een vrolijker onderwerp. De F van festivals. Vlaanderen heeft echt een internationaal vermaarde festivalcultuur. En dat is geen toeval, want wij zijn ook de bakermat van moderne festivals. Dat is allemaal begonnen in 1963 op Jazz Bilzen. Daar legden ze 4 jaar voor het legendarische hippiebal in Woodstock al de blauwdruk voor muziekfestivals overal ter wereld. Lauwe pils drinken, half doorbakken snacks eten, terwijl dat een elektrisch versterkt ensemble ten dans speelt in een zompige koeienwei op niet geaarde kabels. Supergoed idee, dachten ze in de rest van de wereld. Dat gaan wij ook doen. Dus voilà, sindsdien Siget, Primavera, Lollapalooza, Reading enzovoort. Allemaal te danken aan Jazz Bilzen. Dit moment, het is te zeggen, net voor het rampjaar 2020, waren er in Vlaanderen al meer dan 280 festivals en 16.500 vierkante meter festivalterrein. Dus er is ook voor elk wat wils. Dranouter bedient folkies. Couleur Café is er voor de Wereld Morgen abonnees. Rimpelrock is er voor Plus Magazine abonnees. Reggae Gale is er voor High Times abonnees. En Pukkelpop en Rock Werchter die zijn er vooral voor de portefeuille van Chokri Mahassin en Herman Schuremans. Voilà. Heb je nu ook al goesting gekregen in een festival? Ah, wel, goesting, dat is mijn favoriete Vlaamse woord. Nederlanders bijvoorbeeld, die hebben zin in zundert of latrap. Vlamingen, die hebben goesting in een duvel. Niemand heeft ooit zin in een Heineken en al helemaal geen goesting. Vergelijk, ik heb zin in coitus met ik heb goesting om te poepen. Terwijl de beknoptheid van het eenlettergrepige zin een zekere calvinistische reserve verraadt, impliceert het huppelende goesting een meer dierlijke, dartele overgave. Samen met de gutturale G borrelt de Bourgondische begeerte op helemaal van achter in de mond, die door de ik-klank op het einde tot een glimlach krult. Goesting. Proef dat woord. Je krijgt het als vanzelf. Het mooiste aan het woord goesting is dat het net als de Vlaamse cultuur zelf in de Europese wokpan ging van zuidelijke en noordelijke invloeden. De stam is onmiskenbaar Romaans, verwant met het Spaanse gusto en het Franse goût, die als oorsprong het Latijnse gustus hebben, ofwel smaak. Het achtervoegsel ing is dan weer typisch Germaans, zoals jodenvervolging. Ik sta niet alleen met mijn liefde voor het woord goesting. In 2004 werd het verkozen tot het mooiste Nederlandstalige woord, in Vlaanderen wel te verstaan. In Nederland koos men voor het meer kleffe liefde. Ieder zijn goesting, zeggen we dan. De H van hardwerkend dan. Zoals men van de Nederlander beweert dat hij gierig is, van de Fransman dat hij arrogant is. En de Duitsers stevast een gebrek aan humor verwijt, zo zegt men van de Vlaming graag dat hij hardwerkend is. Enfin,
Het is vooral de Vlaming die dat over zichzelf zegt. Dat stereotype wordt vaak gebruikt om het contrast met die zogenaamde luie Waal te versterken, maar dat stereotype snijdt even weinig hout als een Waalse timmerman. Volgens het steunpunt werk van de Vlaamse overheid werkte de Vlaming in 2018 gemiddeld 37,4 uur per week. Dat kunt je bezwaarlijk hardwerkend noemen. Dat stemt ongeveer overeen met de wettelijk vastgestelde werkweek van 38 uur. Min de tijd die je voor de prikklok staat om aan te schuiven om zeker op tijd te kunnen uitbadgen. Ter vergelijking, volgens diezelfde tabel werkt de gemiddelde Griek wekelijks wel 5 uur langer dan de hardwerkende Vlaming. En dat is toch een volkje dat we doorgaans onderaan de vlijtigheidsindex situeren. Brengt ons bij de I. En deze toren, die sprekend op een I gelijkt en als een uitroepteken in Vlaamse velden staat, de IJzertoren. De IJzertoren is een vredesmonument met een heel gewelddadige geschiedenis. Het begon al met die Eerste Wereldoorlog, waarin een flink aantal Vlamingen en Walen sneuvelden, terwijl ze zij aan zij het laatste stukje België tegen een Duits verdedigden. Die soldaten die waren allemaal even dood, dus die kregen van het Belgisch leger dezelfde grafsteen. Het enige probleem is, dat grafschrift was in het Frans, want het Belgisch leger was toen nog eentalig Frans. Dat was niet naar de zin van een aantal vrome Vlamingen die onze jongens een grafsteen in hun eigen taal wilden geven met het opschrift AVVK, alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. We kennen het ook van op de IJzertoren. En die mensen die verenigden zich in het comité voor heldenhulde, dat centjes ophaalde om Vlaamse gesneuvelden een Vlaams graf te geven. Pittig detail, de oprichter van dat comité is de beruchte Cyriel Verschave. Dat is die latere nazi en collaborateur die ik hier de gepaste eer wil betonen door geen foto van die mens te tonen. Nu, die Vlaamse begrafenissen, dat comité deed daar op zich geen vlieg kwaad mee. Hè. Wie kan daar iets op tegen hebben? Maar toch vond de Belgische overheid het nodig om die graven te schenden. Door meer dan 500 van die zerkjes te vermalen voor de aanleg van een nieuwe weg na de oorlog. Daar valt economisch zeker iets voor te zeggen, maar qua symboliek kon dat ook wel tellen. En de publieke verontwaardiging in Vlaanderen was dan ook immens. Hè. Logisch ook. Het helpt ook enigszins om de radicalisering van zo'n Verschave een beetje in perspectief te plaatsen. Het comité zwoer dan ook om die grafschennis te wreken met een monument waar dan niemand nog zou kunnen naastkijken, de IJzertoren. Ze haalden daar verrassend snel het nodige bedrag voor op. Naarmate de ergernis groeide, steeg ook de toren, schreef Willy Moens in de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Dus uiteindelijk konden ze een toren van 50 meter bouwen. Nu, een deel van die Vlaamse beweging is in de daaropvolgende jaren heel fout geworden. Die kozen in de Tweede Wereldoorlog de kant van de nazi's. En de IJzertoren was dan ook niet langer een symbool voor vreedzame emancipatie alleen, maar ook voor collaboratie met een van de meest gewelddadige regimes die Europa ooit gekend heeft. En voor bepaalde verzetslieden en Belgische unitaristen rees die toren niet meer als een I of als een uitroepteken, maar eigenlijk echt als een opgestoken middenvinger uit die IJzervlakte. En het monument werd dan ook tot 2 maal toe gedynamiteerd. Maar zoals Christus herrees ook de IJzertoren. Naast de ruïnes van die oude toren werd een nieuwe gebouwd. De Vlaamse wrok klokte ditmaal af op 84 meter in plaats van 50 meter. Dat zal hun leren. Moe van die symboolstrijd profileert de IJzertoren zich tegenwoordig als een universeel vredesmonument. Nooit meer oorlog staat er in alle landstalen van alle soldaten die daar aan die IJzer meevochten. En zo hoort het ook. Terug iets vrolijkers dan. De J van Jommeke, want niet Hendrik Conscience, maar Jef Nys is de man die zijn volk heeft leren lezen. Een flink deel van mijn woordenschat heb ik te danken aan Jommeke, ook aan Suske en Wiske trouwens. En ik stel nu ook bij mijn oudste dochter vast dat zij die leesmicrobe dankzij Jommeke ook flink te pakken heeft. Jommeke, die een brave jongen, debuteerde in 1955 al als brave plechtige communicant in het Rooms-Katholieke weekblad Kerk en Leven. En zijn rechtsconservatieve standpunten die waren dan ook meteen een voltreffer bij die abonnees. Het beleefde, hulpvaardige en schrandere jongetje is gemodelleerd naar de ideale kleinzoon van die vrome kerkgangers.
En met zijn korte broekje, zijn devote debardeurtje en zijn blonde strooien dakje belichaamde hij andere instincten bij de hoeders van die vrome kerkgangers. Samen met zijn huisdier Flip, een papegaai die slimmer is dan de gemiddelde lezer van Kerk en Leven, zijn vriend Philly Berke en de Lebensborn-tweeling Annemieke en Rozemieke woont jommeke in Zonnedorp. Dat is een fictieve gemeente, wij hebben er het raden naar waar dat die ligt. Het is alleszins niet in Vlaanderen, want de meeste avonturen beginnen op een mooie zomerdag. Voor de rest schijnt ook niemand er ooit te moeten werken. Samen nemen ze het op tegen hun aartsvijandin, de koningin van Onderland. Dat is een kinderloze, bozaardige, adellijke dame die voor de rest in het geheel niet op Mia Doornaert lijkt. Dan zou ik nu graag een gedichtje voordragen dat ik geschreven heb over de meest Vlaamse boom van allemaal, de Salix alba, beter bekend als de knotwilg. Het is eigenlijk een adaptatie van een liedje dat ik voor de Vlaamse kanonnen had geschreven, maar meestal in van die Zoom-meetings is de klank al zo brak dat ik er mijn eigen brakke stem niet bij ga steken. Dus ik ga gewoon het gedichtje voordragen. Waarheen men gaat langs Vlaamse wegen, komt men rijen knotwilgen tegen. Bomen die als Vlamingen zijn. Als ze te groot worden, knipt men ze klein. Knotwilgen wortelen in Vlaamse klei. Ze zitten hier vast in slecht weer, net als wij. Ze staan rond de weides. Ze staan met heel veel, scheef in de wind. En ze drinken heel veel. Knotwilgen hebben een oer-Vlaamse ziel. Treurig en kleurloos, maar uiterst serviel. Want gaat men in Vlaanderen ergens gaan wandelen, dan kan je de knotwilg als toilet behandelen. Het zijn bomen die als Vlaming door het leven gaan. Als er tegen gepist wordt, dan blijven ze staan. Elke grote beschaving heeft zijn eigen wereldwonder. De Egyptenaren hebben piramides gebouwd. De Chinezen een heel lange muur, de Babyloniërs die hadden hun hangende tuinen. En lang nadat de Noordzee Vlaanderen verzwelgen zal, zal de mensheid nog met ontzag herinneringen ophalen aan onze lintbebouwing. Een 13.177 kilometer lange erehaag van bouwsels langs het Makadam. Om een idee te geven van de enormiteit van die gezamenlijke onderneming, dat is langer dan de Chinese muur. En in vogelvlucht is dat zelfs de afstand tussen Buggenhout, dat is het geografische middelpunt van Vlaanderen, en de provincie Vuurland in Chili, Ushuaia. Dus zo lang is onze lintbebouwing. Het is moeilijk te geloven, maar achter deze wildgroei zat wel degelijk een plan. Meer bepaald een man met een plan, de West-Vlaamse christendemocraat Alfred de Taille. In 1948 lanceerde hij een wetsvoorstel om jonge gezinnen goedkoop te laten lenen voor een woning. Alle lof daarvoor. Het is nu eenmaal niet gemakkelijk. Taddertje onder het gras was wel dat geld enkel voor het platteland bestemd was. Zo willen die CVP'er vermijden dat die brave mensen naar de stad zouden vluchten, waar dat ze misschien wel in contact zouden komen met stoute liberalen of goddeloze socialisten. En dat moest ten alle prijzen vermeden worden. Het gevolg is dus dat tegenwoordig een kwart van alle Vlamingen, mezelf in kluis, op de lintbebouwing woont. Net niet dicht genoeg, meer bij de kerktoren om CD&V te stemmen, maar wel ver genoeg van de stad om niet op de socialisten of de liberalen te stemmen. We need to talk about Eddy. Niet een driebander, Eddy Merckx, maar de wielerlegende Eddy Merckx. Die heeft de Vlaming superveel plezier bezorgd. Hè. Zoveel zelfs dat hij al bij leven heilig is verklaard. Sint Eddy is de patroonheilige van de lichtgewicht carbon racefiets voor iets te zware kapitaalkrachtigen. Dag meneer Van Eetveld. Eddy Merckx is zonder twijfel de grootste Vlaamse sportman aller tijden. Hè. En in 1971 won hij bijna de helft van alle koersen waaraan hij deelnam, wat hem de bijnaam de kannibaal opleverde. En samen met Noël van Tiegem heeft hij in alle koersen gewonnen die er te winnen vielen. Van Tiegem Paris Tours en Merckx al de rest. Toen Eddy Merckx in 1975 ten tweede male de Ronde van Vlaanderen won, door al op 104 kilometer van de streep weg te rijden, hijgde Frans Verbeek, dat is die dat we hier als tweede op de foto zien, aanklampen. Je ziet zijn getormenteerde gelaat. Het is ongelooflijk hoe snel dat hij rijdt, zei Verbeek. Hij rijdt 5 kilometer per uur te snel voor ons, ik weet niet wat dat is. Wij weten dat intussen wel.
Dat was het middel met de veelzeggende naam Stimul. In 1977 testte Eddie Merckx positief op het amfetamine Pemoline. Net als zo'n 24 andere renners, waaronder bijvoorbeeld Freddy Maartens. Freddy Maartens is sindsdien altijd een beetje in die amfetamine-trip blijven hangen. Maar gelukkig kon hij terecht in de beschutte werkplaats van Roeselare, genaamd het Wielermuseum. In totaal is Eddie Merckx 3 keer betrapt op doping, wat ongeveer 3 keer meer is dan dopingzondaar Lance Armstrong. Hè. Maar dat zeggen is heiligschennis in Vlaanderen, dus sorry Sint Eddie, ik hoop dat ik u niet beledigd heb. Het is goed in het eigen hert te kijken, nog even voor het slapen gaan, of ik van dageraad tot avond geen enkel hert heb zeer gedaan. U hoort het, we zijn aanbeland bij Alice Nahon. Zij schreef die mantra die jullie zo net hebben gehoord. En in Vlaanderen heeft hij zo'n beetje de status van God zegen nu, God bewaar nu, oogjes dicht, snaveltjes toe, of wanneer gaat er nu eindelijk uw kamer eens opruimen onder Dieu. Dat is iets wat dat ouders liefdevol tegen hun kinderen zeggen net voor het slapen gaan. Alice Nahon was een dichteres die voldeed aan alle gemeenplaatsen van het dichterschap, zoals Freyle en Bleek. Neerslachtig, melancholiek, ze bracht een flink deel van haar leven bedlegerig door in sanatoria om vervolgens jong te sterven. Maar aan het hardnekkigste cliché van het dichterschap voldeed Alice Nahon niet. Ze had namelijk succes. Haar dichtbundels die werden echt zot verkocht. In geen tijd werd die de meest gelezen dichteres in Vlaanderen, na Guido Gezelle. Dat was geen dichteres. Ik zal daar maar niks over zeggen. Haar uitgever had daar een verklaring voor. In vorm, taal en gedachten zijn de versjes zo keurig en eenvoudig dat ook het minder koopkrachtige en zelfs het minder ontwikkelde publiek ze met genoegen leest. Dat is dan later de slogan van Studio 100 geworden. Door haar stichtelijke versjes had Nahon de reputatie een braaf tante nonneke te zijn, maar niks was minder waar eigenlijk. Die alleenstaande Nahon die leidde een nogal liederlijk leven eigenlijk. Heel vrij gevochten, zeker voor die tijd. Ze trok op met anarchisten, kunstenaars en journalisten. En ze vond het goed die in haar eigen blouse te laten kijken. Nog even voor het slapen gaan. In tijden van grote onzekerheid valt de mens graag terug op een onwrikbare kanon van geboden en verboden. De solide basis die alleen geopenbaarde waarheid in een heilig schrift kan bieden. Die rol wordt in Vlaanderen vervuld door ons kookboek. Koken anno 2020, we weten dat allemaal, dat is een hogere vorm van sofistiek geworden. Er is een wildgroei aan kookboeken en door de cacophonie van chefs, dieetgoeroes en amateurkoks die elkaar allemaal tegenspreken ook, weet je op den duur niet meer wat dat mag, wat dat moet en wat dat je absoluut moet laten. Dan is het handig om een bijbel in de buurt te hebben die je precies vertelt hoe lang een zachtgekookt eitje in kokend water moet liggen, hoe lang en op welke temperatuur een stukje rosbief in de oven moet, wat de exacte verhoudingen in een bechamelsaus zijn en welk deel van de fles wijn tijdens het koken mag worden gedronken en hoeveel tijdens het eten. Het grote voordeel aan ons kookboek is dat er in geopenbaarde waarheid niet op stenen tafelen gebeiteld staat. Hè. De Vlaamse Bijbel wordt bij elke nieuwe druk aangepast aan de moderne tijd. Dit in tegenstelling tot de hopeloos verouderde software van de Joden, de Christenen en de Moslims in de Tora, de Bijbel en de Koran. Innovaties bijvoorbeeld als koken op elektrisch vuur of met een microgolfoven werden zonder probleem geïncorporeerd. Hè. Vanaf de jaren 60 deden deegwaren hun intrede, stel u dat eens voor zich. Macaroni en spaghetti. Hè. En in de laatste edities is er zelfs plaats voor couscous en quinoa. Hè. Dat is een heel open boek. Daar staat dan wel tegenover dat het hoofdstuk over de slacht verdwenen is. Maar naar verluid heeft de Koran daar een uitstekend hoofdstuk over. Iets uit ons kookboek. En een ode aan mijn mama die dat gerecht het allerbeste klaarmaakt van heel de wereld. Je zult de Vlaming nooit verleiden om voor groen te kiezen, tenzij dan op zijn bord. Paling in het groen. Hoewel je paling ook in het rood kunt eten, is hij niet beschikbaar in het blauw, het geel of het zalmrauze. En hij komt in het groen sowieso het beste tot zijn recht. Al slagen heel slechte koks er ook wel eens in om paling in het beige klaar te maken.
Paling is een vis die heel graag in het slip van de Scheldevallei vertoeft. En om dat arme dier niet al te zeer te onthemen wanneer dat hij in de pot belandt, gooien Vlamingen er een flink deel van de lokale vegetatie achteraan. Veldzuring, wilde marjolein, citroenmelis, bieslook, kervel, peterselie, pimpernel, paardenbloemen, daslook, brandnetel, als het maar groen is en in de weg staat. Hoe verser de paling, hoe beter het resultaat ook. Dus het strekt sowieso tot aanbeveling als de vis nog een beetje leeft terwijl je hem in stukken hakt. We zouden het hier over quizzen kunnen hebben, want daarin zijn Vlamingen dankzij hun kenniseconomie wereldkampioen. Maar ik wil het hier vooral hebben over een ander exponent van onze kenniseconomie, namelijk deze man. Sergio Quisquater, Sergio voor de maten. Dat is de reden dat we woorden als bruisend, schuimend, briesend en brullend ook tegenkomen in artikels die niet over hondsdolheid gaan. Het is een spierbal die na jarenlange training hersencellen heeft ontwikkeld ook en daar ook nog eens een groot hart aan overhield. Het kloppen van dat hart wordt alleen maar overstemd door zijn alles overheersende stemgeluid en zijn hoorbare verlangen om in de horeca niet alleen aan beide kanten van de toog te staan, maar ook à volonté uit de jukebox te stromen. In 1991 bracht hij de single Nooit meer uit, maar hij hield geen woord, want intussen is hem nog altijd bezig. Het absolute hoogtepunt van zijn carrière kwam er dan in 2020, toen Geert Stadeus hem een eigen lemma gaf in het boek De Vlaamse Kanon, omdat we toevallig nog iets nodig hadden bij de Q. Dan moeten we het ook nog even hebben over de belangrijkste religieuze feestdag van de Vlaming. Toevallig vindt die morgen plaats. De goede verstaander ziet hier niet de P van Pasen staan, maar de R van de Ronde van Vlaanderen. Die wordt traditiegetrouw gereden in het eerste weekend van april. Dat is een periode die vroeger nog garant stond voor storm, hagelbollen en andere ontberingen, maar door de klimaatverandering baat de voormalige helletocht steeds vaker in een aangenaam lentezonnetje. Wie de erelijst bekijkt, zou er door de oververtegenwoordiging van Vlamingen vanuit kunnen gaan dat je een bepaald Vlaams gen moet bezitten om dit monument te winnen. Maar niets is minder waar eigenlijk. In de beginjaren werd de Ronde van Vlaanderen gewoon op dezelfde dag gereden als Milaan-Sanremo. En enkel Vlamingen zijn zot genoeg om liever in de regen over kasseiwegen te dokkeren dan door de Italiaanse Riviera. Vandaar dus. Het parcours van de ronde wijzigt doorheen de jaren. En is vaak onderwerp van verhit debat. Oorspronkelijk lagen start en finish in Gent, de hoofdstad van het voormalige graafschap Vlaanderen. Tussendoor deed de ronde de voornaamste steden van de provincies Oost- en West-Vlaanderen aan. Maar sinds Flanders Classics, het bedrijf van mediamagnaat Wouter van den Houten, de ronde heeft ontwijd, heeft hij daar ook een seculier verdienmodel aan vastgeknoopt. En sindsdien is men wat minder beginselvast. De finish slingert zich nu niet meer langs de Bosberg en de Kapelmuur, maar als een criterium tussen de lucratieve VIP-tenten. En de start wordt per robot verkocht aan burgemeesters. We zien hier de Antwerpse burgemeester. Die hebben er veel geld voor over om mee te teren op die haast religieuze beleving van dit wielerfeest. Maar een kniezoor die daarom maalt, hè. De Tour de France die kan ook in Ierland beginnen. Dus dan kan het startschot voor de Ronde van Vlaanderen even goed weer klinken in het hertogdom Brabant. Elke cultuur heeft een zondebok nodig. Zo schuiven de Britten alles wat misloopt graag af op Europa. En voor de bakfietsouders die een kapitein Winocchio's idee en houten speelgoed in huis halen, is Studio 100 de kwade genius die alle opvoedingsproblemen in de wereld veroorzaakt. In de Vlaamse cultuur is alles wat fout loopt altijd en zonder uitzondering en sowieso de schuld van de socialisten. Hoewel veel dingen wel degelijk de schuld van de socialisten zijn, zoals de 38-urige werkweek en betaald verlof, worden hen ook dingen in de schoenen geschoven waarvoor ze maar ten dele verantwoordelijk zijn. Hè? De huidige ambtstermijn van Bart De Wever bijvoorbeeld. Ook voor een van hun belangrijkste wapenfeiten, de invoering van het algemeen stemrecht, zijn ze maar ten dele verantwoordelijk.
In 1918 hebben de socialisten namelijk het enkelvoudig stemrecht helpen invoeren. Maar dan wel alleen voor de mannelijke helft van de bevolking. Het algemeen stemrecht voor vrouwen hebben ze nog 30 jaar kunnen tegenhouden, omdat ze bang waren dat die brave musjes toch maar katholiek zouden stemmen. Pardon, we zien hier een poster uit 1946. Vandaag zou de slogan zijn: vooruit met de geit. In ieder geval, dat vrouwen pas in 48 mochten stemmen in België is dus allemaal samen de schuld van de socialisten. Maar, zoals het een goede zondebok betaamt, kunnen de rode rakkers vaak helemaal niks doen aan de dingen die hen ten laste worden gelegd. Hè. Zo, het is al de schuld van de sossen een versteende uitdrukking geworden. Een rituele formule die steeds minder waar wordt, maar steeds waarder aanvoelt, naarmate we ze vaker herhalen, zoals bijvoorbeeld wat we zelf doen, doen we beter, of op onze gezondheid. Ching. Het enige wat je de socialisten de laatste tijd echt kunt verwijten, dat is dat ze geen verkiezingen meer winnen. Dat er niemand nog stemt op de socialisten, dat is nu eens echt de schuld van de socialisten. Toet Stielemans, geboren in 1922, dat is de grootste jazzmuzikant die Vlaanderen tot hiertoe heeft voortgebracht. Ja, je zou kunnen zeggen, die mens is geboren in Brussel, maar laat ons wel wezen, zeker in die tijd was Brussel nog Vlaams, hè, jongens. Hij heeft samengewerkt met Charlie Parker, Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Jaco Pastorius, vele anderen ook nog. Dat is echt een zeer indrukwekkend lijstje, maar ik kan me ook voorstellen dat je niks van jazz kent. En dan kunnen we het misschien als volgt stellen. Als Toets een voetballer was, dan zat hij in het team van Pelé, Maradona, Messi en Ronaldo. Nu, als je even weinig kent van voetbal als van jazz, dan volstaat het misschien om te zeggen dat Toets ooit eens één keer in de begeleidingsband van Bobbejaan Schoepen heeft gespeeld. En dat is toch ook iets om trots op te zijn, zeg. Kleine Toets was al onmiddellijk erg virtuoos. Hij leerde zichzelf op de trekzak spelen toen dat hij amper 5 jaar oud was. De meeste jongens beginnen pas op de trekzak te spelen in de puberteit. Dus. Zijn eigen puberteit leert Toets zichzelf op mondmuziekje spelen. Zo kennen we hem natuurlijk best allemaal. Maar dan vallen de Duitsers binnen. En terwijl dat de rest van de wereld kennis maakt met V1's, V2's, en genocide op ongekende schaal maakt Toets in zijn vluchtoord Mazarin in Frankrijk kennis met nog iets veel ergers: jazz. Aan het bed gekluisterd door een longontsteking leert hij er zichzelf gitaar spelen, om dan na de oorlog de Brusselse kroegen onveilig te gaan maken met de zigeunerjazz van Django Reinhardt en consorten. Via zijn onkel Theo, die in Miami woont, komt Klein Jeanke, want dat is zijn echte naam, uiteindelijk in Amerika terecht. De rest is geschiedenis. Toets Stielemans wordt een van de groten der aarde en componeert met Bluesette, een van de bekendste wachtmuziekjes aller tijden. Urbanus dan. Dat is een heel goede lambiek. Een bekend stripfiguur en een van de beste exportproducten uit het Pajottenland. De man die zijn volk leerde lachen werd in 1949 geboren als Urbain Servranckx in Sint-Gertrude-Spede nabij Brussel. Maar omdat je met zo'n naam niet echt kunt doorbreken, had hij een artiestennaam nodig natuurlijk. Nette mensen kiezen voor Sommers, Tura of Halliday. Urbanus koos voor Urbanus van Anus. Anus zijnde zijn kleinkunstcollectief dat hij als frontman al snel ontgroeide. Urbanus deed namelijk iets wat mensen in Vlaanderen nog nooit hadden gezien: moppen maken op het podium. En zeveren op het podium was tot dan toe voorbehouden aan pastoors, dus die formule sloeg echt in als een bom. Urbanus was niet alleen een ongediplomeerde zeveraar, maar ook een begenadigde songsmit. Een van zijn prachtigste liedjes vind ik De Aarde. En vooral zijn apocryfe interpretatie van het kerstverhaal, dat kennen we ook allemaal, hè, bakske vol met stro, dat nestelde zich in het collectieve geheugen. Met name omdat dat bekantje, want het was een bekantje, bakske vol met stro, dat leverde zoveel klachten op van brave katholieken dat het zelfs even geweerd is van de openbare omroep.
Dus controverse is altijd goed, hè, voor populariteit. En bakske vol met stro vormt daar geen uitzondering op. Nu, wat ik heel fijn vind, of opmerkelijk alleszins, is dat dat A-kantje van bakske vol met stro, dat was het liedje als moeder zong. En dat was gewoon een vrolijke ballade over een moederke dat in elkaar werd geslagen door haar vent. Daar nam niemand aanstoot aan. Dat vonden al die brave katholieken niet zo erg. Dan zijn we bij de V van Vaderland en Vlaanderen aanbeland. De V ook van vooruitgang, verandering en twee pintjes alstublieft. Maar waar komt dat woord Vlaanderen precies vandaan? Daarvoor moeten we terug naar de Romeinse tijd. Die middensten die gaat dat heel plezant vinden. In de Romeinse tijd lag Vlaanderen in de provincies Belgica en Germania Inferior. En sindsdien hebben Vlamingen altijd geprobeerd om zowel België als de inferioriteit van zich af te schudden. Met wisselend succes, zou ik durven zeggen. De naam Vlaanderen duikt voor het eerst op in 358 en dat was toen de Romeinen zich terugtrokken en het beheer van de zogenaamde Pagus Flandrensis, dat is de Vlaanderengouw, die lieten ze over aan de Taxandrische Franken. Taxandria, dat was de Romeinse naam van de Kempen, grofweg. We hebben het dus over de voorgangers van de Zoerselnaren. Die kregen het beheer overgeleverd van die Pagus Flandrensis. Nu, dat was niet echt een cadeau. Voor de Zoerselnaren, want wat was die Pagus Flandrensis? Een weinig vruchtbaar, regenachtig en moerassig gebied dat twee keer per dag werd overstroomd door de Noordzee. We zien hier een tekeningetje van de toenmalige kustlijn. Waddeneilanden, diepe kreken, slikken, schorren, polders bestonden er toen nog niet echt. De woorden Flandria of Vlaanderen gaan trouwens terug op een Germaans woord, namelijk flauma. En dat betekent overstromingsgebied. Dus veel kon je daar niet mee aanvangen. Maar die Franken die maakten er iets van. En later zouden die zelfs heel Gallia veroveren. Hè? En zo hun naam aan Frankrijk geven. Dus de verovering van Gallia, van heel Frankrijk, dat was meteen ook het laatste noemenswaardige dat ooit door Kempenaars is gepresteerd. Als Wiltura de keizer is van het Vlaamse levenslied en Guido Belcanto de koning, dan is Eddy Wally ongetwijfeld de hofnar van het Vlaamse levenslied. Eddy Wally werd op 12 juli 1932 geboren, niet onmiddellijk als marktkramer, zoals dat hij later suggereerde, maar als Edouard van de Wallen. En Eddy, die we hier zien in de foto van in Echo, die iedereen beroemd van de jaren 60. Eddy werkte in het handtassenkraam van zijn schoonmoeder en werd als zingende marktkramer opgevoerd in Echo dus. En werd op slag wereldberoemd in Vlaanderen. Hij was nogal mercantiel ingesteld ook, Eddy Wally. Hij behandelde zijn liedjes net als zijn sakosje. Hij ging er overal en meestal nog ongevraagd ook mee leuren. Maar dat legde hem wel geen windeieren. Hè. Hij kromde zichzelf tot The Voice of Europe en reisde in een vliegmachine de hele aardbol rond. Zijn liedjes brachten hem in Las Vegas, Shanghai, India en Egypte tot zelfs op de markten van Smeerhebben, Vloerzegem en Zoerle-Parwijs. Veel mensen vroegen zich af of dat die schijnbaar licht mentaal gehandicapte Eddy Wally echt zichzelf was of gewoon heel consequent was in het opvoeren van zijn populaire tippetje. Om zeg eens de Theo Franken-strategie, zeg maar. Maar als de definitie van sterrendom is dat je gedraagt als een superster en rotsvast gelooft dat je er een bent, dan is Eddy Wally voorwaar de grootste ster die ooit in Vlaanderen heeft rondgewandeld. Sterker nog, Eddy is zelfs een ster, enfin geen ster, een hemellichaam, alleszins, letterlijk, want planetoïde 9205 in 1994 ontdekt door een Vlaamse astronoom, die kreeg de naam Eddy Wally. En dat vind ik echt van een grandioze schoonheid, ik vind dat echt poëtisch. Binnen een paar miljard jaar, als aardvelden allang zal zijn opgeslokt door onze stervende ster, zal Eddy nog altijd rondzweven als Wally in space, ietsje verderop in de planetoïde gordel. Schoon.
dan zitten we bij de X. De X van exportproduct. En wel het belangrijkste exportproduct van de provincie Limburg. We hebben het over ecstasy. Nederlands en Belgisch Limburg zijn een van de belangrijkste producenten, echt wereldwijd, van dit niet erkende streekproduct. En dat heeft allemaal te maken met Walter White van de Lage Landen. Dat was een zekere Danny Leclerc uit Hasselt. In de vroege jaren 90 had hij een geweldig goede formule naar het schijnt voor loepzuivere ecstasy. De pretpil, die warme gevoelens van liefde en verbondenheid teweegbrengt, was legaal tot in de jaren 80. Maar het spreekt voor zich dat een overheid staatsgevaarlijke psychologische toestanden als liefde en verbondenheid niet kan toelaten. En daarom werd de pil eind jaren 80 verboden toen ze steeds vaker opdook in het uitgaansleven. Ondanks dat verbod bleef onze ecstasy echt in heel de wereld populair en veel populairder nog dan dat legale roesmiddel en exportproduct Stella Artois. En dat is toch iets om trots op te zijn. Bovendien brengt de productie van ecstasy jaarlijks ongeveer evenveel op als de belastingen op Stella Artois, namelijk geen. Om in de narcotische sfeer te blijven, yoga-snuivers. Wij zijn Bart de Wever dankbaar voor dat woord, want anders hadden wij echt niks bij de Y. Volgens Van Dalen is een yoga-snuiver iemand die gewoonlijk gezond en bewust leeft, maar zich nu en dan, bijvoorbeeld in het uitgaansleven, te buiten gaat aan party, drugs en cocaïne. Het is dus een synoniem voor BV. De Wever gebruikte die term natuurlijk handig om de politieke tegenstand tegen zijn war on drugs te discrediteren, omdat de cocaïnehandel in zijn stad natuurlijk alleen maar kan floreren dankzij een stabiele afzetmarkt. Uit onderzoek van Trioolwater blijkt inderdaad dat Antwerpen Europees kampioen is wat betreft cocaïnegebruik, nog voor Londen en Barcelona zelfs. Al kan het resultaat een beetje vertekend zijn, omdat het meetpunt zich bevond onder de appartementsblok van Tom Barman. Wat ons bij alweer de laatste letter in het alfabet brengt, de Z. De tijd is gevlogen. Bedankt alvast om het afgelopen uurtje naar mij te luisteren. Mij zijnde de hoeksteen van de Vlaamse economie, namelijk een kleine zelfstandige. Zelfstandigheid, dat is echt iets eigenaardigs in Vlaanderen. Dat is een soort van quantumtoestand. Want een zelfstandige is tegelijkertijd de hoeksteen van de Vlaamse economie en tegelijkertijd de doodgraver van de overheidsfinanciën. Kleine zelfstandigen zijn ook tegelijkertijd steenrijk en straatarm. Ze zien er superrijk uit, maar volgens hun belastingsaangifte zijn die straatarm. Dat is gelijk de kat van Schrödinger, die tegelijkertijd levend en dood is. En het hangt er ook een beetje vanaf of je de tijd leest, ofwel de wereld morgen. Zelfstandigen staan gul het grootste deel van hun rechten op pensioen af. En zolang ze maar kunnen blijven genieten van het privilege om het gros van hun eigen inkomen aan de overheid te mogen afstaan, om toch nog in een schamel onderhoud te kunnen voorzien, moeten zelfstandigen heel goed kunnen rekenen ook. Enfin, het volstaat meestal om goed te kunnen aftrekken. Voilà, daarmee heb je meteen ook de Z van Zagevente gekregen, wat ons ook bij de Z brengt van Zoersel. Dank u wel om een uurtje naar onze odyssee door de Vlaamse volksaar te luisteren. Zoersel, bedankt ook om dit te organiseren. Dat is echt fijn dat we eens onze kanon kunnen delen met de mensheid op deze manier. En Lennart, jij ook dikke merci voor die vlekkeloze organisatie. Over naar jou, Lennart. Super hard bedankt, Stijn, voor uw neerzetting van de Vlaamse kanon. Ik vond het zelf zeer interessant en ik denk dat de kijkers er ook van genoten hebben. Ik ben nog even aan het vullen, zodat er, als er nog een vraag zou zijn, dat die nu zou komen. Maar op dit moment zijn er nog geen verdere vragen. Dat is volgens mij een testament aan hoe duidelijk en goed uitgelegd het was. Ik zie geen vragen binnenkomen, dus is het voor mij ook enkel nog maar de taak om de kijkers te bedanken en ook zeker u te bedanken nogmaals voor het ook hier neer te zetten en een zeer fijne lezing te geven.
En om nog even reclame te maken voor de lezing binnen 2 weken, namelijk de lezing met Guus de Koster, die iedereen waarschijnlijk zal kennen van Belpop. Ook de uitvinder van het woord Belpop. Dus als je hiervan genoten hebt, dan zult je ook zeker genieten binnen 2 weken. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.